Wij zijn Maurice en Laurens Waltersen. En wij zijn naakt. Wij zijn naakt omdat we zo aan onze wereldreis zijn begonnen. Het enige dat we bij hadden op onze wereldreis waren 1000 van deze t-shirts. We noemen ze birthday suits. Maar voordat we jullie alles gaan vertellen over deze t-shirts, zouden wij graag een broek aan willen. Dus, wie uit de zaal zou zijn broek willen ruilen tegen een van onze t-shirtjes? Kijk, we hebben daar. Kijk, er zit een held. Nog kom maar naar voren. Kom hey, we zijn met z'n tweeën, dames en heren. Dus een koken, rok of iets. Ik zie dames en jurk. Lange jurk mag ook allemaal. We hebben nog een tweede nodig. Wie durft? Kijk eens, er komt een meneer op het podium op. Oh, wat goed. Heel goed, een applaus. Ja. Dapper. Zeg maar maat. Dankjewel, heren. Ik ben benieuwd hoe ver jullie gaan komen. Of jullie we, helemaal... we zijn al aardig ver. Ja, hoi. Maurice. Hoi. Maurice. Laurens. Ja. Maatje. Ja, ik denk dat er wel ik heb past. Een spectaculaire onderbroek aan. Kan het? Is het decent? Ik dacht vanochtend dat zie niemand. Ik weet niet waar ik terecht kom, dacht je. Ja, super. Dat ga ik niet winnen. Dankjewel. Je mag er eentje afpakken. Ah, ja, natuurlijk. Ja, neem ik eens. Oh ja? Yes, dankjewel. Oké, geef ons even een minuutje en dan zijn we zo terug, oké? Ik had gedacht dat ze zich iets meer zouden aankleden dan alleen maar een broek. Daar komen jullie heel goed vanaf, zou ik zeggen. Ik ben ook heel benieuwd of ze het broeken mogen houden. Ik vind het een erg inventieve manier... Oh nee, was het dat woord? Nee. Ik vind het een erg inventieve manier van ondernemen. En ze gaan ons zo meteen vertellen hoe ver ze zijn gekomen op hun wereldreis. En wat misschien nog interessanter is... Zoiets kun je één keer bedenken dat je het doet... Dat je met 1000 t-shirts in je tas afreist en kijkt hoe ver je komt. Maar de heren zijn van plan om het nog een keer te gaan doen het komend jaar. Wat op zich ook weer heel erg dapper vindt. En ik ben benieuwd, hoe schieten, hoe gaat het daar? We zijn bijna klaar hoor. Oh, ze zijn helemaal aangekleed. Dus ze hebben ook de t-shirtjes bij zich natuurlijk. Nou, kom maar. En een telefoon. Oh, dat is de afstand. Heel goed. Heren, succes. Ja, daar zijn we weer. Yes. Dankjewel. Ja, wat wij hebben gedaan in deze reis, dat gaan we jullie nu uitleggen. Als klein kind hadden wij een fascinatie. En als kleine kinderen gaan groeien, dan worden vanzelfsprekend hun kleren te klein. Ja, onze moeder pakte deze oude kleren uit onze kasten. En ze stopte deze in grote zakken voor het leger des Heils. En ze vertelde dat... die gingen naar Afrika, want daar wonen kinderen die niet voor hun eigen kleding kunnen betalen. En dat vonden wij interessant. Ja, dat vonden wij natuurlijk erg interessant. Ergens in deze wereld liep er dus een klein jochetje rond met onze kleding aan. Dus elke keer als Afrika op tv kwam, zaten wij gekluisterd aan de buis om dat ene jongetje te spotten. Maar helaas, dat ene jongetje, dat kwamen we nooit tegen. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de Koninklijke Academie der Beeldende Kunsten als grafisch vormgever met het project. Ik zag een mogelijkheid om onze fascinatie te verwezenlijken als ik dit zou combineren met mijn eindproject. Dus we zetten een kledinglijn op. Yes, we zetten de kledinglijn. Ja, sorry, ik ben het al eventjes kwijt. Zijn de zenuwen. Komt een vleugje plankenkoorts omhoog. Ja. Oké, dus we zetten een kledinglijn op. En deze gaan we verspreiden over heel de wereld. Dat we straks thuis wel een keer op de bank zitten. En we zien wel dat jongetje lopen met een van onze t-shirts. Dus, elk merk heeft een concept nodig. Een logo, ja, een identiteit. Dus ik bedacht ernaar een birthday suit, omdat ik mezelf geboren zag worden de dag dat ik mijn diploma zou halen. Ik ontwierp een logo. Het is een babygezichtje met een facehoedje op. En op de achtergrond zie je de zonnestralen. Het eerste dat je ziet als je geboren wordt. Dus wij besloten over heel de wereld te gaan. Ah, ja?
Wij besloten de hele wereld over te gaan. En dat met de dingen waarmee we geboren zijn. Dat zijn je kennis, je eigen kracht en de mensen om je heen. Ze maakten 1000 t-shirtjes met dit logo erop. En we maakten een Facebookpagina aan. Ah, ja. En nodigden iedereen daarop uit die wij kenden. Toen namen we een vliegtuig naar Portugal, het zuidelijkste puntje van Europa, om onze reis naakt en bevrijd van zekerheid te beginnen. We hadden niks bij, geen geld, geen kleding. Het enige dat we bij hadden waren de 1000 birthday suits en een camera. Deze ruilden wij tegen eigenlijk alles. Eten, drinken, slaapplekken, vervoer. En zo zijn we door bijna elk land van Europa, het Midden-Oosten en Centraal-Azië gereisd. Ja, en... er is iets mis met die klik. Ik zit altijd te klikken, maar... Dus met de dingen waarmee we geboren werden, ruilden we onszelf dus door die landen heen. En iedereen die ons via Facebook hielp, die werd beloond met een digitaal logo. Een logo van een eigen gezicht, waar ze zelf dus hun eigen birthday suit mee konden laten drukken. De reis was een groot avontuur en we sliepen bij allerlei verschillende mensen uit de maatschappij. En we hebben elke laag gezien. Ik zou een paar hoogte- en dieptepunten met jullie willen delen. Dingen die we mee hebben gemaakt in de reis. Hier heb ik mijn eerste onderbroek gevonden. Hij is heel speciaal voor me geworden, want ik heb er een half jaar rondgelopen. Hier, elke dag waren we aan het liften. We zaten in Spanje en onze lift, ja, we zijn afhankelijk van wie ons meeneemt en waar we naartoe gaan. We kwamen om 1 uur 's nachts in een stadje aan, ergens in Spanje. En er was geen hond op de weg, dus wij hier rondlopen, kijken of dat we ergens een host konden vinden. Er zat daar een jongetje, die zat op het balkon en we zeiden, kun je ons alsjeblieft helpen? En hij zei van, je kunt bij mij niet slapen, mijn ouders zijn nogal... je weet hoe dat zit, mijn ouders. Maar ik heb wel een ideetje voor jullie. We gaan naar een, Pelgrimshostel. En het leek ons wel een strak plan. Dus wij lopen met hem mee en uiteindelijk kwamen we bij het politiebureau. Dus we begonnen al een beetje vreemd te vinden van, we moeten nou bij het politiebureau. Moesten we ons inschrijven en toen kwamen we bij het gebouw. De deur ging open, de stank kwam ons tegemoet. Uiteindelijk waren we in een daklozenopvang beland. Ja, goed verhaal voor in de kroeg achteraf. De avond zelfs iets minder prettig. Maar je moet al eens een keer geprobeerd hebben. De dag na hadden we eigenlijk geluk, want dit is Nestor en hij is filmster. Hij speelt in verschillende films. En we vonden hem in het centrum van Madrid. En hij vond ons wel aardige gasten en vond het een leuk verhaal. Dus we hebben een dagje luxe geslapen in het grote appartement van hem in het centrum van Madrid. Even kijken. Volgens mij zijn de batterijen op. Hier zijn we in Azerbeidzjan. Azerbeidzjan moesten we al snel uit. We hadden een 5-daagse transitvisum. Rusland ging hem niet worden, omdat we dan nog 4 weken moesten zitten om te wachten op een nieuwe visum. En in Iran waren toen de verkiezingen bezig, dus was het gevaarlijk, mochten we helaas niet binnen. Dus de enige optie om verder te gaan naar Kazachstan was via de Kaspische Zee. Dat was de Kaspische Zee. Dus wij gingen op zoek naar een schip wat ons naar de andere kant kon brengen. Nou, wat cafeetjes af te gaan om naar een kapitein of zo te zoeken. Zijn we uiteindelijk bij eentje uitgekomen. Die ging toevallig in die week de Kaspische Zee over. Die vond ons wel sympathiek genoeg om mee te nemen. Het heeft ons wel een uur in een afgesloten ruimte gekost. Omdat het was een beetje illegaal. En met de douane moesten wij heel eventjes verstoppen. Maar het heeft ons zo'n 4 dagen op dat schip gebracht. En heeft zo'n 18 shirtjes aan de bemanning gekost. Maar hebben we de Kaspische Zee overgestoken. Uiteindelijk zijn we overgestoken. Even kijken hoor. Klik, yes. We kwamen aan in Aktau. Dus het ligt helemaal links in Kazachstan. En we hadden een lift geregeld die ons naar
Tirau bracht. En dat ligt een stukje verder. En daartussen ligt een hele grote woestijn. Vraag me niet waarom, maar onze lift die dropt ons af in het midden van de woestijn. Met heel ons hebben en houden. Dus een tas t-shirts hadden er verder helemaal niks bij. En we hebben er ongeveer 6 uur gestaan en niemand gezien. Dus ja, we maakten ons al een beetje zorgen van, oké, wie gaat ons hier oppikken? Gaan we niet te vroeg? Op een gegeven moment ging de zon onder. En toen gingen we kijken of we eens konden slapen. Op de achtergrond zie je wat bergen, daar gingen we naartoe lopen. En links op de foto zie je wat ruïnes. Dat bleek later graftombes te zijn. We kunnen hier toch slapen? Ja, maar dat was niet zo'n goed idee uiteindelijk. Dus, maar gelukkig, toen de zon onder was, zagen we 2 grote koplampen aan de horizon. En kwam er een grote Amerikaanse trucks met 2 dronken Russische chauffeurs erin. Die kwamen met 10 km/u door het zand gebanjerd. En die pikten ons op. Nou, dit is dus de truc. En elke nacht, we hebben daar 3 dagen in gezeten. Zo'n 1500 kilometer afgelegd naar Oeralsk. We sliepen achter in de trailer. We hadden een bedje gemaakt van t-shirtjes, dat we zaten. Een lekker matrasje. Wat folie over ons heen getrokken om ons warm te houden. Het is er 's avonds nogal koud. En gelukkig was de feestje in die truck. Elke dag drinken. Dat was het. Daar zijn wij niet vies van. Dus 3 mooie dagen met onze Russische vrienden. Ja, gek genoeg we hebben overal de media opgepikt. Vraag me niet waarom, maar we hadden altijd een host die wel iemand wist bij een tv-station of bij de krant of bij de radio. En we hebben hier en daar een interviewtje gedaan en zaten we bij de Jerry Springer van Georgië. En thuis hebben we ook nog een stapeltje kranten liggen met een interview van ons erin. Dus in de media ging het goed. En toen belde Miss Kazachstan al. Ja, Miss Kazachstan belde naar de radiozender toen wij daar nog zaten. En die wou ons dolgraag ontmoeten. Nou, wij wouden ook dolgraag haar ontmoeten. Hartstikke gezellig. En we hadden een klein probleempje, want we hadden nog 5 maanden de tijd. We waren 5 maanden onderweg en we hadden nog 1 maand de tijd om te reizen. Dus dat betekent dat we terug naar Nederland moeten. Maar we hebben geen geld om een vliegtuig terug te kopen. Dus hadden wij met Miss Kazachstan geregeld dat wij een fotoshoot konden hebben voor het grote winkelcentrum van Astana. En daarmee op onze Facebook onze shirtjes te promoten, zodat iedereen een shirtje ging kopen. Ja, dan de volgende foto. Door die foto belanden wij dus in gevangenis. Want het is illegaal, zeg maar, om bloot rond te lopen in Kazachstan. Ja. Dat is van niks. Maar er was ook iets speciaals, want de straat voor de Kashatir, dat grote winkelcentrum dat je zag, die straat was afgezet. We wisten niet waarom, maar wij dachten, oké, dan kunnen we mooi die fotoshoot doen. Oh, dat heeft Miss Kazachstan voor ons gedaan. Ja, hartstikke goed. Maar toen kwam er een grote kolonne aanrijden met geblindeerde auto's, zwarte auto's. En daar bleek dus dat het ministerie voorbij kwam rijden, zeg maar. En die hebben dus ons opgepakt. Nou, we hebben dus ongeveer een paar uurtjes in de gevangenis gezeten. Toen vertelde dus Miss Kazachstan, deze jongens zijn met dit bezig, die legden ons verhaal uit. En dat vonden ze allemaal sympathiek. En er staat een pritsstift op het bureau. En toen maakte Lauwers daar een grapje mee. Hij draaide die pritsstift open en deze naar die agent. En dan vond hij wel grappig. En op een gegeven moment begonnen dus al die politieagenten grappen te maken. En ook over Amerikaanse polities met donuts en alles. Ja, en toen mochten we dus gaan. Ja. Nou, we zitten nog steeds in Astana en daar hebben we Idols ontmoet. Idols was een jongetje van onze leeftijd, hartstikke toffe vent. En hij zei van luister, mijn ouders wonen in Almaty en die zouden vereerd zijn als jullie langskwamen. Wat is nou mooier dan een geregelde slaapplek in het volgende stadje. Dus wij naar het volgende stadje liften. Toen kwamen we aan in Almaty en toen wij het huis zagen, dachten we van, nice. Het was echt een mega villa.
Wat bleek was dat hij de zoon van de minister van Kazachstan was. De vrouw in het midden die u ziet op de foto, die heeft zo'n 2 dagen in de keuken gestaan om voor ons bisbar mak te koken. Erg lekker traditioneel eten. En de pakken die wij op de achtergrond aan hebben, zijn traditionele Kazachstaanse pakken. Waarmee iemand 100 jaar wenst, die geven ze eigenlijk alleen maar aan eregasten waarmee iemand 100 jaar wenst. Natuurlijk geven wij onze host ook een shirtje, dus wij wensen hem ook 100 jaar. Ja. Ja, dus we hebben eigenlijk zo goed als de rest van de reis in die gave pakken gelift. En toen kwamen we dus in Kyrgyzstan. Kyrgyzije heet het. Maar ze noemen het zelf Kyrgyzstan. En ik zit hier op het paard, zeg maar, in het midden. En Laurens staat ernaast. En dit is een traditionele nomadenstam. En wij kregen hier het goede nieuws te horen dat we met Miss Kazachstan foto genoeg t-shirts hadden verkocht. Dat we 2 vliegtickets terug naar Nederland konden boeken. Dus het was tijd voor een feestje. En dat doe je daar door veel te eten. Dus ze hadden weer traditioneel voor ons gekookt. We hebben heel veel verschillende dingen, van hart tot hersenen. En heel veel mensen denken, wow, dat klinkt heel smerig. Maar als ergens een delicatesse is, dan moet het wel lekker zijn. Alleen je bent zo niet opgevoed. Dus met die instelling aten wij alles. Alleen de Centraal-Aziaten zijn dol op koemoes. Dat is paardenmelk. En dat is iets waar wij dus niet aan konden wennen. Die smaak was zo bitter. Wij kregen het gewoon niet weg. En op een gegeven moment hebben we dus die mensen duidelijk gemaakt, omdat het is onbeleefd om iets te laten staan. Dan zijn we in ons beste gebrekkige Russisch. Vertellen wij dat Nederlanders niet tegen zuivel kunnen. en dat deden we zo. Galandia, kumus, garashoniet. En dan deden we zo met ons buik. Blup, en dan was de boodschap duidelijk. Ah, doe het nog eens trouwens terug naar die foto. Yes. Nou, als je goed naar mij kijkt, ik sta naast de paard van Maurice. Dat wil ik nog heel eventjes duidelijk maken. Hoe goed onze kwaliteit van shirtjes is, alleen je ziet links een wit shirt dat netjes is en daarnaast sta ik en je ziet het kleurverschil. Dat zie je hier trouwens beter dan daar. Sorry. Maar die t-shirts waren niet meer wit na de reis. Dat bedoelt u ermee te zeggen. Oké. Yes. We wouden heel graag China binnenkomen. Maar in het boekje staat trouwens dat we naar Mongolië zijn geweest. Die hebben we helaas niet meegemaakt. Maar we zijn in China terechtgekomen. Dat was eigenlijk ook niet de bedoeling. Want we hadden geen visum voor China. Maar we wouden heel graag toch een doel halen en een teen op China zetten met een Chinese high five en dan weer gewoon terugdraaien en weer terug. Ja, we hadden nog 2 weken over en dan moesten we vanuit Oezbekistan terugvliegen naar Nederland. Dus waarom niet? We kunnen ergens gewoon gaan zitten of iets gaan ontdekken. Nou, de grens was helaas dicht. Het was zondag. Het was niet eens de kans dat we richting de slagboom kwamen. Dus op de terugweg naar het eerste stadje besloten we toch om stiekem de grens over te gaan en over een hek heen te klimmen. Toen zagen we een Sovjetbunker, een hele oude Sovjetbunker onder de grond. En daar hebben we toen die nacht in geslapen. Dus hebben we uiteindelijk toch op Chinees grondgebied geslapen. Het is wel koud, het is een betonnen muur en het zit onder de grond. Maar we lagen weer lekker zacht op onze shirtjes met eronder een hoopje vleermuizenpoep. En zoals altijd lieten wij een shirtje achter voor de host. Dus nou vliegt er ergens een Chinese vleermuis rond met een birthday suitje aan. Yes. Het mooiste aan de reis zelf vonden wij alle cultuurtjes, de tradities. Hoe verder je naar het oosten trekt. Hoe gastvrij de mensen werden. Overal had je andere geloven. En we passen ons altijd aan de normen en de waarden van onze host. Dus hier zijn we met onze host zijn we naar een moskee gegaan. En hebben voor de eerste keer waren we aan het bidden voor Allah. En hier kwamen we terug. Dit is het eind van onze reis. Deze pak hebben wij in het laatste winkeltje geruild. In Oezbekistan.
En als we een winkeltje gingen zoeken waar we onze t-shirts gingen verkopen, dan vroegen we ook altijd, kunnen we iets ruilen met jullie? Want we zijn naakt begonnen en dan kwam er steeds een kledingstuk bij. Alleen, daar hebben ze niet sportkleding, zeg maar. Maar ja, allemaal van dit soort pakken. Dus deze, zo kwamen we terug op Schiphol. Dit is op Schiphol. En dit was afsluiten van onze, van onze reis. Oké. Ja. Na al onze verhalen zouden we nog een paar puntjes willen opsommen over ons project. We zijn in 45 landen geweest op het moment en we worden in 29 landen verkocht. De volgende reis zullen we met hetzelfde concept gaan we van Chili naar Alaska. Die begint in februari. En de reis daarna reizen we van Zuid-Afrika terug naar Nederland. En dat betekent dat we heel de wereld hebben gezien en dat we er alles aan hebben gedaan om onze droom te verwezenlijken. Dat betekent ook dat we overal worden verkocht en komt er nog steeds overal geld binnen van onze verkochte birthday suits. En daarmee gaan we ons eigen goede doel opzetten. Daarmee willen wij kinderen gaan leren in Afrika hoe ze zelf voor hun eigen kleding kunnen zorgen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de westerse wereld, want daar is onze fascinatie begonnen. Ruil met ons en help ons de wereld over, want samen zijn we Birthday Suit. Dankjewel.